is inmiddels alweer even geleden dat op het terrein hier de Samenloop voor Hoop heeft plaatsgevonden. En waar we met z'n allen zo lang op hebben gewacht en zo nieuwsgierig naar zijn. Wat is nu uiteindelijk de eindstand geworden, Kees? Wij hebben er ook wat langer op moeten wachten, maar op het laatst moet er nog allemaal nog wat geplust en gemind worden. En de eindstand van de Samenloop voor Hoop is geworden €199.000. Ja, ik denk dat ik mag stellen dat dat echt alle verwachtingen overtreft. Dat kun je wel stellen. Als je kijkt, met de eerste editie hadden we €135.000. Dat betekent dat we nu de helft er meer bij hebben gekregen dan de vorige keer. En ja, het is gewoon een geweldig resultaat. Ja, we waren er natuurlijk bij toen uiteindelijk de eindstand tijdens de samenloop zelf bekendgemaakt werd. Dat was echt wel een enorme ontlading, hè? Dat was inderdaad zo. Kijk, we wisten al wel een paar dagen van tevoren als bestuur dat we een heel mooi bedrag zouden gaan halen. Maar dat het zo hoog zou worden dankzij al de teams die zoveel acties hebben gevoerd. Ja, daar kun je alleen maar van dromen. Ja, als we dan eens terugkijken zo een aantal maanden later naar het evenement. Waren er voor jullie nog bepaalde hoogtepunten? Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen de kaartenceremonie als een van de hoogtepunten hebben ervaren. De manier waar je op met elkaar dan lief en leed deelt, dat vonden we natuurlijk een heel belangrijk punt. Ja, en dan uiteindelijk heel het evenement op zich. Kijk, het was natuurlijk heel warm die dag. En uiteindelijk hebben we het toch met elkaar tot een mooi eind kunnen volbrengen. En wat betekent dat voor de volgende editie? De volgende editie, ja, als er een, laat ik even uitleggen, de organisatie rondom de Samenloop voor Hoop Altena, die houdt op te bestaan. Wij zijn een onderdeel van het KWF, dus als er weer een nieuwe editie komt, moeten daar ook weer nieuwe mensen voor opstaan. En we hebben een beetje met KWF afgesproken dat we over anderhalf jaar eens gaan kijken of er een bijeenkomst gaan beleggen en eens kijken of er voldoende belangstelling is en of er nieuwe mensen zijn die opstaan om het evenement eventueel in 2022 weer te gaan organiseren. Ja, want de organisatie of het bestuur in de huidige setting die heeft gezegd, we hebben het nu gedaan, maar we dragen graag het stokje over. Niet in die zin. Er is geen bestuur meer. Over een paar weken dragen wij het weer over aan het KWF. Dus dan beginnen we weer van de grond af aan. En iedereen van de oude organisatie die mee wil doen, kan dan terzijde tijd kijken of ze dat willen gaan doen. Eerst nog maar een poosje nagenieten. We gaan eerst een poosje nagenieten en zoals je ziet zal het ook niet meer hier op dit terrein kunnen gaan plaatsvinden. Want ze gaan hier volop bouwen, dus er zijn ook allemaal dingen denk ik die meespelen. Het hangt gewoon af van over anderhalf jaar of er voldoende vrijwilligers zijn die zeggen wij willen onze schouders er weer onder gaan zetten.